Ik kan eigenlijk mijn lezing kort samenvatten. Dat deed ik net al heel kort. Maar het kan ook nog wel iets langer, maar toch kort. En dat komt eigenlijk omdat ik nog niet zo lang geleden door omstandigheden Egon Krenz sprak. Zoals u weet, de laatste chef van het politbureau van de DDR. En daar heb ik 2,5 uur mee gepraat. En ik begon het gesprek, denk ik, ik moet hem een beetje appenseren. Dus ik begon het gesprek met een citaat van hemzelf. Namelijk, ja, de DDR werd immer bekritiseerd. Kritiseerd, maar niet analyseerd. Ik zei, nou, u heeft de kans. We hebben hier een camera, ik zit tegenover u. Ik spreek Duits, kon je van de rest van het ploeg niet zeggen. Laten we het maar eens hebben over de DDR. En toen zei hij eigenlijk in grote trek, ik vat dat ook maar weer samen. De DDR was een product van de Koude Oorlog. En dat kun je nogal wat uitbreiden. De DDR was een slachtoffer van de Koude Oorlog. De hele situatie van de DDR, feitelijk vanaf het allereerste begin in het najaar van 1949, was hopeloos. Het kon niet anders eindigen dan het tenslotte geëindigd is. Je kunt zeggen, het waren boeven en ze hebben een politiestaat georganiseerd en dat is allemaal waar. En ze hebben die verschrikkelijke muur gebouwd, dat is ook allemaal waar. En als je iets opvalt natuurlijk van de voormalige DDR, is dat het een gevangenis was. Het was een natie georganiseerd als een gevangenis, dat was het. Maar realiseert u zich, als het niet als gevangenis was georganiseerd, hè, en zeker vanaf natuurlijk augustus 61, wat zou er dan gebeurd zijn? He, laat daar even uw gedachten over gaan. Ja, dan was de zaak gewoon leeggelopen, want dat was wat er namelijk in de jaren 50 gebeurde. De zaak liep leeg. Je studeerde tandartsenij aan de Universiteit van Leipzig. En zodra je je diploma had en een knappe vriendin. Tandartsen hebben altijd heel knappe vriendinnen, zoals u weet. Vertrok je met z'n tweetjes naar het westen. Enkele reis Berlijn en vervolgens maakte je uit de voeten. Dat was de situatie. Maar goed, laten we dat even vanaf het eerste begin bekijken. Maar dus de DDR was een onvermijdelijke ontwikkeling. Hoe tragisch en verkeerd en vervelend. En was het een achterlijk, gemeen, achterbaks, kleinzielig politiestaatje? Ja, dat was het. Maar was er in het, achter het ijzeren gordijn één staat die niet een achterbaks politiestaatje was? Nou ja, het staat dun. Hè? DDR is niet groot. En zeker nu is een groot deel van de bevolking vertrokken is, vergeten we ook nog alles dat na 89 nog eens een keer 2 miljoen mensen vertrokken zijn naar het westen. Waar natuurlijk nog steeds meer verdiend wordt dan in het oosten. Daar moeten we het straks even over hebben. Want ik denk ook dat de hele wende en wat daarna is gekomen, dat dat onvermijdelijk was. Dat er helemaal geen alternatief was. Je had altijd van die sympathieke lui. Van dat de DDR hervormd moest worden en een soort socialistisch sympathiek alternatief zou kunnen zijn. Dat is allemaal wezenloos gelul. Dat er een nieuwe grondwet had moeten komen die een combinatie was van oost en west. Allemaal wezenloze kletskoek, zoals ik u straks hoop uit te leggen. Maar goed, dat moet kunnen in de tijd die mij toebemeten is. Goed, de DDR ontstaat dus in 1949. Hetzelfde geldt natuurlijk vanzelfsprekend voor de Bondsrepubliek. Die ontstaat ook in 1949. Het is steeds een gespiegeld proces. De Russen doen steeds precies wat er in het Westen ook gebeurt natuurlijk. In West-Duitsland is dan in feite al de eerste horde genomen op weg naar dynamische economische groei door de introductie van de D-mark. Die is van het voorjaar van 1948 en die bevrijdt eigenlijk in een hoog tempo die gestagneerde economie in het Westen. Bovendien moeten we niet vergeten dat Duitsland Marshallhulp heeft gekregen. Duitsland is wel deels leeggestolen door de geallieerden, overigens ten behoeve van de Russen, maar daar hebben ze al in het voorjaar van 1946 een eind aan gemaakt. Toen heeft Klee al gezegd, daar stop ik mee. Dit is die grootst mogelijke onzin dat we fabrieken afbreken voor de Russen. En dat bleek achteraf ook juist te zijn. Alles wat de Russen gestolen hebben uit Oost- en West-Duitsland bleek 25 jaar later totaal verroest langs het spoor te staan in de Oekraïne, in Wit-Rusland enzovoort. We onderschatten nog steeds de totale inefficiëntie van de Sovjet-Unie. Maar dat moet u wel even vasthouden. Het was een bezet, de DDR was een bezet land. Dat was het Westen ook,
Maar het Westen is heel snel geïntegreerd in de westerse economie, omdat de Koude Oorlog begon en wij onszelf wijs hadden gemaakt, geheel onterecht, dat de Russen van plan waren om ons aan te vallen. He, zoals er nu waarschijnlijk ook onder u nog mensen zijn die doodsbang zijn voor Poetin. Niet waar, een dwerg op leme voeten. Ja, dat is een woordspeling, maar goed, ik zie dat u dat niet volgen kunt. Ik ga het niet uitleggen ook. Poetin kan een beetje pesten en hij kan een beetje hacken en kan een beetje kloten in de Oekraïne en of zoals van die dingetjes doen. Ik moet u zeggen, de bezetting van de Krim, dat zou ik zelf ook hebben gedaan als ik Poetin was. Ja, laten we daar nou een beetje realistisch over zijn. Hè? Beetje de grootste maritieme basis van Rusland ligt op de Krim. Die Krim heeft Khrushchev in een bui van onverantwoordelijkheid cadeau gedaan aan de Oekraïne. Maar het slaat nergens op. Niet weten natuurlijk dat. Nou, enzovoort. Ja, ik kom daardoor heel even, sorry, een zijstapje. U weet dat er nu een grote discussie is in Nederland over 100 doden, 70 doden die gevallen zijn bij een bombardement. Maar nu begrijp ik dat de Kamer eigenlijk het liefste ziet dat wij wel deelnemen aan oorlogen. Maar, en dat er ook flink gebombardeerd mag worden, maar liefst zonder burgerslachtoffers. Je vraagt je wel eens af, zouden ze wel eens iets over de Tweede Wereldoorlog hebben gelezen? He? Zonder burgerslachtoffers. He? Ja, en wat is er nou voor schijnheilige looppraat van al die Kamerleden? Ik kan daarmee. Kijk, dat Hennis het niet verteld heeft, oké, dat vind ik vrij stom. Maar voor de rest zou ik zeggen, het was een zeer geslaagde actie. Het was een bommenfabriek. Ja, dat die toevallig in een woonwijk lag, dat had je in de Tweede Wereldoorlog heel vaak. Het lag altijd net precies in een woonwijk. Goed, dit wou ik even zeggen, dat leek me toch nuttig ook voor uw eigen educatie. Misschien was u ook wel verontwaardigd of zo, weet ik veel. Laat ze zich met nuttige onderwerpen bezighouden in die Tweede Kamer. Ja, dus het Westen, het westelijk deel van Duitsland, werd op grote schaal geholpen door de bezetters. In het bijzonder de Amerikaanse bezetters en ook wel de Engelse bezetters. Ieder deed zo'n beetje wat hij vond dat gedaan moest worden. En de Franse bezetters hebben, dat had u kunnen verwachten, een potje van gemaakt. Niet waar, dat was een armoeige boel. Ik heb zelf al jaren in Mainz gewoond. En Mainz lag natuurlijk in de Franse bezettingszone. Dat was nog steeds een armoedige boel in 71, toen ik er was, 70, 71. En dan ging je de brug op de Rijn over en dan reden ze Hessen binnen. Hessen was Amerikaans bezet en het was verbijsterend. Alles glom, alles was geverfd, alle auto's waren twee keer zo duur. Alle vrouwen zagen er beter uit. Het was echt verbijsterend. Hè? Ja, je had een ongekend geluk als je door de Amerikanen bezet was. Hetzelfde was in Wenen. Bent u ooit in Wenen geweest in de jaren 50? Nee, dat dacht ik al. Daar kon je, u gelooft het niet, maar het is waar. Je kon op de meter zien waar de Sovjetzone ophield. Ook Wenen was bezet door in vier stukjes. Waar de Sovjetzone op zit en de Amerikanen begonnen. Precies hetzelfde effect. Sovjetzone, alles woestig, alles beroet, alles vies, alles kapot, alles shabby. Hè? En aan de andere kant de Amerikanen. En gaat u nu naar Amerika toe, dan zeg je, alles is kapot. Alles is woestig, alles is shabby. Hè? En dan denk je, is het niet zo dat er meer Oost-Europeanen naar Amerika geëmigreerd zijn dan West-Europeanen? Ja, je ziet, mijn vooroordelen die borrelen de pan uit. Wist u dat je in Polen nog steeds kunt zien waar de Duitsers gewoond hebben en waar de Polen altijd gewoond hebben? Waar de Duitsers gewoond hebben, heb je nog steeds geraniumbakken. Maar daar zitten levende geraniums in. Aan de andere kant heb je ook wel geraniumbakken. Maar daar leeft alleen nog bacilliculturen leven daar nog in. Ja, dat is een wonder. Sommige culturen hebben geen oog voor de publieke ruimte. En dat kan hele rare effecten hebben. Maar goed, we gaan keren terug naar die arme DDR. Want u weet hoe het daar gelopen is. In feite start de West-Duitse economie vanaf 1948... aan een ongekend, totaal onverwacht dynamisch groeipatroon
wat we het Wirtschaftswunder noemen. In 1955, dat is 10 jaar na de capitulatie van Duitsland, produceert West-Duitsland in zijn eentje, dus zonder de DDR erbij te rekenen, meer dan Duitsland ooit eerder heeft geproduceerd in de geschiedenis. Ja, daar ziet u aan dat het herstel dus in 10 jaar zo succesvol was dat het Duitsland succesvoller was dan het ooit eerder was geweest. Dat is de tijd dat mijn leeftijdsgenoten, nou ja, dat je die eerste donkerblauwe Mercedes over de grens kwamen, die dan een gat gingen graven in Zandvoort. Ja. Waar jij niet in mocht zitten. En dan was de kunst om ze de verkeerde weg te wijzen. Deed u dat ook of niet? Ja. Trouwens, ik moet zeggen, ik had niet gedacht dat het hier zo vol zou zijn. Want ik kon deze plek helemaal niet vinden. Ik ben normaal op tijd thuis vertrokken. En toen zei dat ding, die TomTom, die zei, uw eindbestemming bevindt zich aan de linkerzijde. Dus ik keek naar links. En daar begon het Amazone-oerwoud. Er is niets te zien, een fietspad en een paar lantaarnpaaltjes, maar verder niks. Dus toen heb ik nog wat rondgezworven door de buurt en tal van jonge dames de angst op de stuipen op het lijf gejaagd. Ah. U weet, in 1953 komt de Oost-Duitse bevolking voor het eerst in opstand, omdat het regime besloten heeft dat men veel harder moet werken zonder dat er meer betaald zou worden. En bouwvakkers die klimmen in feite onmiddellijk van de stijgers af en die rukken op naar dat verzamelministerium, tegenwoordig het Financieel Ministerium. Bent u ooit op bezoek geweest in het Financieel Ministerium? Lijkt me wel een groep die daarin geïnteresseerd is. Nooit geweest? Het is zeer bezoekenswaardig. Het is het oude Luchtvaartministerium van Keuring. Het is een van de grootste gebouwen van West-Europa. Het is gigantisch groot. Het is een van de meest fascistoïde gebouwen van West-Europa. En ik stond daar met mijn broer. En mijn broer zei, ik durf het je nauwelijks te vertellen. Maar ik vind het een verdomd mooi gebouw. Ik zei, dat is het begin. Dus we zitten, om het maar even te versimpelen, halverwege de jaren 50 zitten we al met een situatie dat de West-Duitse economie groeit op een wijze die iedereen verbijsterde, de West-Duitsers zelf ook natuurlijk, hè, maar functioneert toch weer als het trekpaard van de Europese economie. Dat is natuurlijk een ander wonderlijk aspect van Duitsland. Het is 2 maal verslagen. Hè. En 10 jaar na de laatste verpletterende, totale verwoestende nederlaag produceert Duitsland meer dan het ooit eerder geproduceerd heeft. Wat je daar verder ook van mogen denken. Vandaar dat Margaret Thatcher zei, hebben we ze goddomme 2 keer verslagen en dan zijn die klootzakken weer terug. Ja, ik vertaal het punt. Het is een vrij letterlijke vertaling van wat ze zei. Ze dacht ook, als we naar buiten kijken, dan zien we de Messerschmitts weer boven het kanaal hangen. En ze dachten natuurlijk, we konden toen wel Spitfires bouwen, maar dat kunnen we nu niet meer. Bent u ooit in het Luchtvaartmuseum geweest in Duxford, of niet? Het wordt wel tijd dat u een beetje gaat reizen. Om de restanten van de Tweede Wereldoorlog te bekijken, want wat ze zo leuk hebben in Duxford is een neergestorte Messerschmitt. Waarbij een Engelse soldaat op wacht staat. Ja, hij leeft niet meer, maar hij staat op wacht, ja. Dus je ziet al halverwege de jaren 50 het drama wat bezig is zich te voltrekken. Namelijk natuurlijk dat de DDR achterblijft, economisch achterblijft, en dat West-Duitsland het economische wereldwonder is in die jaren, zoals een paar een tijdje later de Japanners dat geworden zijn. Beide trouwens naties die in de Tweede Wereldoorlog verpletterend verslagen zijn. Zoals u weet, je ziet dat dat eigenlijk op de wat langere termijn helemaal niks uitmaakt.
Bovendien was de DDR ondertussen al een politiestaat geworden. Ze waren al in de vroege jaren 50 begonnen met de zonnegrens, Abzusichern. Dus daar kwamen eerst hekken, toen steeds hogere hekken en dan drie dubbele hekken. Heeft vast wel zo'n plaatje gezien. En, nou, dat loopt alsmaar door in de volgende jaren. Bovendien de politieke gelijkschakeling had in de DDR ook al plaatsgevonden. Want de SPD was gedwongen samengegaan met de KPD in de zogenaamde SED. Dus je wist uit welke hoek de wind zou waaien. Ook economisch wist je uit welke hoek de wind zou waaien, namelijk uit de verkeerde hoek. Namelijk, zij kregen natuurlijk op hun dak de economische orde van de Sovjet-Unie. En we weten allemaal ondertussen hoe het daarmee afgelopen is. Daar keken we toen wel iets positiever tegenaan dan we achteraf nu doen. Wij weten hoe het afgelopen is, maar dat het een systeem was wat beduidend minder efficiënt was dan een moderne sociale marktwirtschaft, om met Erhard te spreken. Dat is misschien een ander wonder van West-Duitsland, dat Duitsland natuurlijk een ongelooflijke pech gehad heeft met zijn leiders in de eerste helft van de 20e eeuw. En vervolgens met ongelooflijk geluk heeft gehad met zijn leiders in de tweede helft van de 20e eeuw. Is dat niet wonderbaarlijk eigenlijk? Ik kijk even voorbij Kiezingen en zo, ja. Klenke vergissingje dat is toegestaan, zou ik zeggen. Adenauer was precies de juiste man op de juiste plaats. Een man die voornamelijk was geïnteresseerd in het westen van Duitsland en niet in de Pruisische traditie. Dus het kon hem eigenlijk geen zak schelen dat ze dat kwijtgeraakt waren. Hij integreerde graag in de westelijke bondgenootschappen. Want u weet dat ook in 1955 Duitsland lid wordt van de NATO. Ik ga u dat verhaal niet precies uit de doeken doen, maar zo is het ongeveer gegaan. En waar leidt dat toe? Dat de DDR lid wordt van het Warschau-pact. Sterker nog, volgens mij dat het Warschau-pact überhaupt wordt opgericht als een tegenhanger van de NATO. Want wij dachten toen dat de Sovjet-Unie van plan was om ons aan te vallen. Dat is volstrekte onzin. Daar is nooit enig schijn van bewijs voor gegeven. En als het gebeurd was, dan hadden ze er ongetwijfeld spijt van gekregen. Maar wij dachten dat toen. Ja, want wij leven graag met een zekere lichte vorm van paranoia. Denk aan Poetin nu en alle andere verschrikkelijke dingen. Ja, wij kunnen eigenlijk niet zonder de suggestie dat de wereld vrij spoedig ten onder zal gaan. Dat vinden we toch, ja. Waarschijnlijk hebben we dat aan het christendom te danken, wat natuurlijk een uitgesproken eschatologische ideologie heeft. Er is een einde. Er is een eindetijd. Wij leven ook, veel mensen denken dat we in de eindetijd leven. Er is geen schijn van een bewijs voor, maar ze denken het toch. Ja, ik was laatst op een bruidsfeest, ja, van mensen die 50 jaar getrouwd waren. Dat heb je nou in mijn leeftijdsgroep. Ja, omdat ze natuurlijk trots zijn dat ze het zo verdomd lang hebben volgehouden. En houden ze dan een partijtje. En dan vroeg een jonge vrouw aan mij, meneer Van Rossum, wanneer gaat de wereld ten onder? Ik zei, hoe komt u zo op dat idee? Ja, dat wist zij vrij van zeker. Ik zei, u moet een andere krant gaan lezen. Ja, het is maar een kwestie van beeldvorming. Dus in de jaren 50 was het hele patroon al duidelijk. De DDR zou moeten leven economisch en agrarisch naar de regels van de Sovjet-Unie. Het was bezet gebied. West-Duitsland was ook wel bezet gebied. Maar wij meenden dat we West-Duitsland hard nodig hadden in de strijd, in de potentiële mogelijke komende strijd tegen de Sovjet-Unie. U weet dat in Nederland nog, toen uit Duitsland nog geen lid van de NATO was, hebben wij in Nederland de IJssellinie aangelegd. Met het idee dat we de Russische panzerdivisies zo rond Deventer zouden kunnen ophouden. Waarom we dat dachten is mij niet helemaal duidelijk. Maar goed, zodra Duitsland lid werd van de NATO, is die hele IJssellinie weer afgebroken. Het is een heel interessant onderwerp. Ook heel leuk misschien voor een promotie voor jongelui, weet ik veel. Er is volgens mij heel weinig over geschreven. Je had zelfs nog tussen Arnhem en Nijmegen een tankgracht. Ook weer tot de NATO eigenlijk naar het oosten was uitgebreid. En we wisten natuurlijk dat je die Duitsers enorm goed kon gebruiken bij eventuele grote tankoperaties in de Noord-Duitse laagvlakte. Aangezien we allemaal wel van mening waren, of je dat nou voor mooi of lelijk vindt, dat ze Duitse generaals
in de Tweede Wereldoorlog een stuk beter waren dan de generaals van de geallieerden. Ja, daar wordt u stil van. Het is één persoon die nerveus lacht bij dat idee. Maar het is wel zo. Er staat een klassieke scène van Churchill. Als de Engelsen voortdurend overal verslagen worden, alles mislukt. Het is één groot drama in feite, het eerste stukje van de Tweede Wereldoorlog. En dan vraagt iemand aan Churchill, hoe komt dat nou toch, dat we alsmaar verliezen? En dan zegt Churchill, ja, they have better generals, they have better weapons. En zo was het ook. Daarom is het ook een kunststukje dat ze toch verloren hebben. Dat is het stomme van de Duitsers. Ze hadden het beter niet kunnen doen. Maar nu hebben we de hele situatie is al daar. De DDR functioneert matig. Economisch overigens nog beter dan al die andere kneuzen in Oost-Europa, want daar ging het nog veel slechter mee. Maar iedereen in de DDR die de kans kreeg, vertrok naar het Westen. En dat was in feite een soort lopend doodvonnis, een lopende bloedende wonde in een land wat dat helemaal niet kon verwerken in feite, want zo groot was de DDR ook weer niet. Wat was de bevolking van de DDR zo'n... Ja, zoiets, zo 16, 17 miljoen of zo. Dus dat is zo'n beetje wat Nederland nu heeft. Stel voor dat alle Nederlanders die iets konden zouden vertrekken naar België. Ik zie u panisch kijken van hoe groot zijn de kansen dat dat gaat gebeuren. Zouden wij dan ook niet die muur bouwen die Geert zo graag wil? En dat je ook mitrailleurs in Brabant... U weet dat in de Eerste Wereldoorlog dat er een elektrische... Ja, kijk, zie. Ja, ik zie wel, u bent toch wel gezellige amateurs. U weet er wat van. Dus die muur die in 61 gebouwd is, augustus 61... dat was niet iets verbazingwekkends, dat was iets onvermijdelijks... als de DDR wilde blijven bestaan. Dat was de enige oplossing om die staat nog een soort van toekomst te garanderen door iedereen die eruit wou erin te houden. Vandaar dat het zo opvallend is dat die staat natuurlijk een gevangenis was. Want dat was het. Het was gewoon een gevangenis. En als je eenmaal een gevangenis bent, dan raak je gepreoccupeerd met ontsnappers. En nou ja, dan begint die hele sfeer van paranoia die om zo'n gevangenis heen hangt. En dat was de DDR geworden. En het probleem natuurlijk was... dat het Westen helemaal niet gelukkig was met het feit dat die DDR zo instabiel was. Want dat lag natuurlijk ook in de Koude Oorlog, was dat vervelend. De Koude Oorlog is eigenlijk een heel simpel conflict, waarbij in feite de Russen en de Amerikanen het niet eens konden worden over de ordening van Europa na de Tweede Wereldoorlog. En daarom maar besloten hebben dat de militaire demarcatielijn, dat het een prima verdeling was van Europa. Ja, jammer voor het Oosten, maar gelukkig voor ons. Dat begrijpt u. En dat was een hele prettige en makkelijk te begrijpen situatie voor iedereen. Als je er een stap overheen doet, dan beginnen we een oorlog. En omgekeerd, als je er een stap overheen doet, beginnen we een oorlog. Maar er was één onzekere situatie, Berlijn. Als u het een beetje gevolgd heeft, dan hebben de Russen in de late jaren 50 een aantal ultimata aan het Westen gesteld. Wij willen absoluut dat de Berlijnse situatie dat die geregeld wordt. Zo niet, dan dragen we de soevereiniteit over de stad over aan de DDR, aan het regime de DDR. Want het bijzondere van Berlijn was natuurlijk, en daarom zat dat gat daar, dat was dat Berlijn een stad was die door de vier geallieerden gezamenlijk werd beheerd. En die hadden allerlei keurige afspraken gemaakt, dat je mocht ook, ze mochten ook in de zones van de anderen komen. Dat was allemaal keurig geregeld. Ja, ik heb die luchtbrug natuurlijk overgeslagen, maar we moeten het niet ingewikkelder maken dan het was. Ja, waarom een luchtbrug eigenlijk? Waarom niet over de weg? Omdat het verkeer ook door de lucht prima geregeld was, al in de oorlog. Maar het verkeer over de weg niet goed geregeld was. Zo, ja, Klee heeft nog voorgesteld, ik ben wel bereid om met een tankdivisie te kijken of ze bereid zijn echt te gaan schieten. Ik denk dat het hem wel gelukt zou zijn... Maar goed, gelukkig heeft hij het niet gedaan. We hebben het risico niet genomen. Dus ja, 61 was ook voor het Westen een opluchting. Vandaar dat Willy Brandt zo boos was. Die was toen burgemeester van Berlijn.
En die was woedend dat het Westen niet protesteerde en in het geweer kwam en er iets aan deed. En, nou ja, tegen de Russen zei dat kan zo niet enzovoort. Maar Kennedy, die dat natuurlijk niet in het openbaar zei, zei maar, hè, zalig, daar zijn we vanaf van dat vervelende Berlijnse probleem. En zo heeft de muur daar al die tijd gestaan. En al die tijd is het eigenlijk met de DDR steeds slechter en slechter gegaan. En dat is eigenlijk een thematiek van Krenz tegen mij. Die zei van, ja, wat moesten wij precies? He, wij hadden een betrekkelijk achterlijke industrie die eigenlijk alleen maar leveren kon aan het Oostblok, aan de Sovjet-Unie. En dat klopt natuurlijk. Ik weet niet of u wel eens een studie heeft gemaakt van die spullen die ze maakten in de DDR. Of u sowieso wel eens een studie heeft gemaakt van de producten van communistische landen. Het is eigenlijk een wonder dat de communistische landen zo lang hebben kunnen bestaan, ondanks de totale dysfunctie van hun sociale en economische apparaat. Ja, want dat geldt ook voor de Sovjet-Unie net zo goed. De tragiek van de Sovjet-Unie is dat het veranderd is in Rusland, wat nu een kleptocratie is. Ja, waar een vrij kleine elite het land leegsteelt en de gelden uit de diefstal belegt in Londen. Of in Amsterdam, of in New York, of weet ik veel precies waar, maar nooit in eigen land. Wat u al leert, dat ze geen enkel vertrouwen hebben in de continuïteit en de stabiliteit van hun eigen regime. Denkt u nou echt dat Poetin een oorlog gaat voeren? Denkt u echt dat Poetin ineens verrassenderwijs de Baltische Republieken zal bezetten? Hij kijkt wel uit, dat is het eind van zijn regime. Alles wat wiebelt, kan het eind van zijn regime zijn. Goed, dus die muur is gebouwd en die arme DDR die existeert nog voort en gedurende een groot aantal jaren, namelijk tot 1989. En dan is de vraag natuurlijk, wat is er toen gebeurd en wat is er na de wende gebeurd en in hoeverre was dat onvermijdelijk? Ik wijs er nog wel even op, mijn broer deed dat herhaaldelijk toen we samen in Berlijn waren. Dat hij studeerde aan een sociale academie. Ja, hij wou eerst niet deugen. Maar hij is toch nog goed terechtgekomen. Ik zeg ook vaak tegen mensen die kinderen hebben die niet willen deugen, joh. Wacht dan tot ze 30 zijn. Dan heb je vaak ineens een soort van bekering. En dan gaan ze aan de slag en voordat je het weet zijn ze professor. Ja, dat is het verhaal van mijn broer. Mijn broer zei steeds, ja, toen ik op de sociale academie zat, iedereen die daar zat, dus in de jaren 60 speelt ze dit af, die was pro-DDR. En bij ons op het instituut had je ook nogal een factie die toch vond dat de DDR, een paar bezwaartjes en zo, wat mindere puntjes, dat wel. Maar het was toch wel het goede Duitsland. Hè? En het slechte Duitsland, dat was de Bondsrepubliek. Dat was toch een land onder leiding van kapitalisten die de concentratiekampen hadden gebruikt in hun productieschemata. Zo was het toch eigenlijk. En ik weet niet of u toen Vrij Nederland las. Ja, dus voor de jongeren is dit een blad wat hele grote invloed had in de jaren 60, 70 en 80. En vervolgens erin geslaagd is om zichzelf weg te organiseren. Ja, gek eigenlijk, hè? Dat de Groene nog bestaat. Die naar mijn idee altijd nog meer ongelijk had dan Vrij Nederland. Maar kennelijk is het handig om nog meer ongelijk te hebben om te blijven bestaan. Of zou dat niet zo zijn? Ja, de Volkskrant bestaat ook nog. waar had ik het nu over? Ja, we zijn gearchiveerd in... Niet in 89 natuurlijk, we zijn gearriveerd in 85. Want bij alle praten natuurlijk over, ik las net nog een interviewtje met Merkel, met de Spiegel, op zichzelf wel een aardig interview. En Merkel die begon ook van, ja, we hebben toch ook een beetje onszelf bevrijd. En dat hoor je ook in de voormalige DDR, hoor je dat ook wel. We hebben onszelf toch eigenlijk bevrijd. En gaat over al die demonstraties bij die kerk. Ik ben met mijn broer ook bij die kerk geweest, waar ze dan... steeds meer en meer en meer en meer mensen samenkwamen. Maar we moeten natuurlijk de held van het verhaal moeten we wel even benoemen. En de held van het verhaal is geen Duitser. Nou, ik heb nog een held in voorraad. Die komt zo, dat is een Duitser. Want de held van dit verhaal is Gorbachev.
die in 1985 aan de macht kwam. In feite stagneerde de Sovjet-Unie toen al jaren en jaren en jaren. En met name de managerial klasse daar, die wist ook wel, dit kan zo niet blijven. We zullen iets moeten doen om het Westen een klein beetje bij te kunnen houden in allerlei opzichten. En Gorbachev die heeft beredeneerd, naar mijn idee volstrekt correct en juist, dat natuurlijk die hele machtsverdeling en die hele bezetting, communistische bezetting van Oost-Europa, al lang volstrekt overbodig was geworden. En geopolitiek was er geen noodzaak om die landen te bezetten. Je kon ze veel beter eigenlijk aan het Westen cadeau doen, wat ook, zoals u weet, gebeurd is. En u weet, nu is Polen lastig bij ons. Hè? Vroeger was Polen lastig voor de Russen. En nu denk je wel eens van, kunnen we ze er niet ver uitblazen? Ja? Of heeft u dat niet zo? Ja, ik begreep nu dat er een journalist achter de tralies gaat die de zwarte Madonna beledigd heeft. Dan zijn we toch wel vrij ver op slag. Met die verdomde Polen. Wat dacht u van die Hongaren? Hè? Tuig van de regel. Of mag ik dat niet zeggen? Ja, en in Bulgarije zijn het zulke oplichters dat ze überhaupt, dat je ook niet weet waar je tegen moet zijn daar. Hè? En u wil Albanië wil ook lid worden. Terwijl die adverteren met kom naar Albanië, uw auto is er al. Het is allemaal wel begrijpelijk en je kunt het ook wel uitleggen. Tuurlijk is het zo dat Oost-Europa een halve eeuw emancipatie en modernisering gemist heeft en plotseling geconfronteerd wordt met een moderne, competitieve samenleving. Maar ja, het is toch wel vrij irritant, vind ik, eerlijk gezegd. Ja. Maar goed, nu zijn we dus Gorbachev die beslist, eigenlijk hebben we het niet meer nodig. En dat betekent natuurlijk, en dan stap voor stap voor stap, hij legt het ook wel uit aan de leden van het Warschau-pact, luister 7, jullie moeten in toenemende mate op eigen benen gaan staan. Op zichzelf een heel begrijpelijke uitspraak van zijn kant, want ik wil niet doorgaan met de Koude Oorlog, die kost mij. Men heeft berekend, niemand die het precies weet, omdat we de BBP van de Sovjet-Unie niet kennen, daar logen ze natuurlijk, daar hebben ze altijd over alles gelogen, dus ook daarover gelogen. Maar men neemt aan dat de Sovjet-Unie ongeveer 25% van bruto product besteedde aan militaire inspanning. En dat was natuurlijk wel heel erg grondig zonde van het geld. Het idee van Gorbachev was, we moeten daarmee stoppen en dan kunnen we dat geld investeren in modernisering. Dat is helemaal mislukt, dat is vers 2, omdat hij is begonnen met laten we zeggen, de hervorming van boven. En dat is het verschil met China, die zijn begonnen met de hervorming van beneden. Namelijk uitgaande van de vraag, waar halen we kapitaal vandaan? En de Sovjet-Unie dacht uit het eigen budget en de Chinezen dachten van onze eigen boeren, als we ze de vrijheid geven om vrij te produceren. Maar ook hier dwaal ik weer af. Kort samengevat was het zo dat de Russen, Gorbachev had besloten, we stoppen met ons imperium in Oost-Europa. En dat was natuurlijk al meteen het doodvonnis van de DDR. In allerlei opzichten. Het wachten als we alleen op een situatie waarin het duidelijk zou worden dat dat doodvonnis er eigenlijk al was. En om dat doodvonnis te onderstrepen bij de herdenking van het 40-jarig bestaan van de DDR, was Gorbachev uitgenodigd in Berlijn bij dat boevenpak. Nee, moet jij ook niet zeggen. Hè? Het waren gewoon lui waar je liever niet hebt dat je dochter mee trouwt. Zo. Dat is hetzelfde, maar dan iets anders geformuleerd. En toen heeft Gorbachev gezegd, denk erom. Ik heb aan mijn troepen in jullie land opdracht gegeven om niet te interveneren in de gebeurtenissen die bezig zijn zich te voltrekken. Op dat moment waren er 400.000 man Russische troepen in de DDR. Vergeet niet, het heeft nog jaren geduurd toen de DDR al aangesloten was bij het Westen, opgeslokt was door het Westen, als u dat graag wil, voordat al die troepen weg waren. En herinnert u zich nog die leuke foto's van al die Russische panzerwagens en tanks die overbodig waren geworden. Als u toch bedenkt wat een geld we besteed hebben aan die koude oorlog. Totaal weggegooide centen.
Nee, het is echt verbijsterend. Weet u dat er jaren zijn geweest dat we 9% van het Nederlandse BBP in bewapening staken? Ja, Drees vond ook niks, maar ja, hij dacht ik moet mee met het Westen, het NATO, het bondgenootschap, KGN, zeg. Maar dat had hij beter niet kunnen doen natuurlijk. Nou ja, misschien dat hij het ook zo wou organiseren dat er geen burgerslachtoffers zouden vallen in een eventuele kernoorlog. Dat zou kunnen. Ja, misschien kan de Tweede Kamer daarvoor nog een motie aannemen. De Tweede Kamer in vergadering bijeen betreurt het vallen van burgerslachtoffers. Enzovoort. Ja, en zo naderde het jaar 1989. En dat proces van liberalisering voltrok zich in verschillende tempi in de verschillende Oost-Europese landen. Vandaar dat ik daarnet begon over Hongarije en die grensbewakers die daar bezig gingen met zo'n grote schaar om het ijzeren gordijn open te knippen. En toen was het eigenlijk klaar. Toen was het eigenlijk al afgelopen met de DDR en in zekere zin met alle regimes in Oost-Europa. Want in de loop van dat jaar bleek dat de legitimiteit van al die regimes nul was. Maar dan ook werkelijk nul. Maar nu de vraag, wat moest er nou precies met de DDR gebeuren? He, is dat goed gegaan? Want ik zei al, zei even mensen, hey, de DDR moet hervormd worden. Het zou helemaal niet gek zijn. He, we zijn zo dol op Duitsland dat we graag hebben dat er twee zijn. Ja, dat is ook zo'n bekende formulering. En dat zou toch leuk zijn, dan kunnen ze heel langzaam eigenlijk bij elkaar groeien. Dat kan misschien wel 3 of 4 of 5 jaar duren voordat ze een beetje in elkaar geïntegreerd zijn. En degene die nu komt de tweede helft, dat is Helmut Kohl. Ik wil u wel bekennen, ik heb Helmut Kohl mijn leven lang een dikzak gevonden die niks kon. Maar op het moment dat hij iets moest doen, heeft hij dat gedaan en heeft hij het goed gedaan en heeft hij het snel gedaan. Vergeet ook niet dat de snelheid die Kohl aanhield, dat hij ook strategische overwegingen had. Want wat u alweer vergeten bent, is dat er in de Sovjet-Unie in de zomer van 1991 een staatsgreep geweest is. Stel voor dat hij geslaagd was. He, weet u nog, Janajev die zoveel wodka had gedronken dat hij zijn hand niet meer stil kon houden? Zou dat toch met Janajev gebeurd zijn? Ik heb geen idee. Die coup is mislukt en dat brengt dan in feite Jeltsin aan de macht en is het begin van het einde van Gorbachev. Maar stel voor de coup geslaagd was. He, daar zaten ook die generaals bij met die enorme pet. He. Misschien zouden die wel hebben gezegd van, nou ja, die Gorbachev die heeft alles weggegeven zonder compensatie. Dus ik vind dat wij draaien de hele zaak weer terug. Die troepen zijn er nog. Dus die kunnen we, in plaats van dat we de deuren sluiten van de kazerne, zetten we ze open en dat betekent dat er meteen een eind komt aan het zogenaamde revolutionaire proces wat daar begonnen is. Dus dat Kohl haast had, dat kun je je wel voorstellen. Natuurlijk had hij haast. Zolang er nog één soldaat, Russische soldaat, op Duitse bodem stond, had hij haast. Dat zou ik ook gehad hebben, eerlijk gezegd. Maar ja, mij heeft niemand gebeld toen. Sowieso de story of my life. Ik kijk vanaf de kleuterleeftijd gelijk had, maar niemand belde ooit. Eerst hadden we geen telefoon en daarna belden ze niet. Dus nu stond Kohl heeft eerst zijn 10-puntenplan ontvouwd, wat al heel complex was en allerlei interessante mogelijkheden en modi bood. En toen ging Kohl een beetje reizen in de DDR, wat dat op dat moment natuurlijk mogelijk was. En toen kreeg je dus al dat gedoe van wie je ziet als volk enzovoort. En toen dacht Kohl, ik kan hier best doorpakken. Het is wel duidelijk hoe de stemming hier is in de DDR. En daar ga ik gebruik van maken. En hij besefte natuurlijk ook onder druk gezet door de West-Duitse vakbonden en allerlei andere instituties en gezagsdragers daar, als je niks doet om in feite de DDR zo snel mogelijk economisch gelijk te schakelen met West-Duitsland, dan komt er een massale volksverhuizing op gang, waarbij een groot deel van de bevolking van de DDR naar het Westen vertrekt. Want ja, als de muur weg is, kun je naar het Westen vertrekken, toch? En dan kun je meer verdienen, dan kun je Mercedes of een BMW kopen.
Ja, had je toen al Audi? Ja, die had je had ook al Audi's. Ja, Merkel wisselt het altijd af. Hè? Heeft u wel eens opgelet in Brussel? Soms is het een Mercedes, soms een BMW, soms een Audi. Waarschijnlijk is het dus een speciaal bureau. Wat zegt is Audi Week. Hè? Mercedes-Benz Week. Zo denk ik hoor, maar ik weet niet zeker natuurlijk. Ja, dus wat heeft Kool gedaan? Hij heeft gezegd, wat moeten ze snel mogelijk zorgen voor sociale uitkeringen in de eenmalige DDR. Die was nog niet eenmalig, maar goed, in de DDR. En we moeten ook ervoor zorgen dat de munt van de DDR, of in die in de DDR gebruikt wordt, gelijk staat in waarde met de munt in West-Duitsland, de D-mark. En dan zegt natuurlijk de economen onder u, zeggen, nou ja, dat is een doodvonnis voor de Oost-Duitse industrie. Dat was het ook. Maar stel voor dat je het niet had gedaan. Stel voor dat je dat de DDR, die niet meer bestond en waar de muur verdwenen was, dat die een veel goedkopere munt zou hebben gehad als West-Duitsland. Dat had ook weer geleid tot een enorme verstoring van de verhoudingen en waarschijnlijk tot een massale migratiebeweging naar het Westen. Vergeet niet, in Leipzig werd mij dat verteld. Leipzig was één grote ruïne toen de muur viel. Het had ongeveer zo'n 500.000 inwoners. En binnen 2 jaar zijn 100.000 mensen uit Leipzig naar het Westen vertrokken. Nu heeft Leipzig weer bijna 600.000 inwoners en is het de snelst groeiende stad van de voormalige DDR. Dus het gaat daar nu ontzettend goed. Maar in eerste instantie zie je wat er al gebeurde, ondanks de economische gelijkschakeling. Kool had ook nog gezegd tegen de DDR-burgers dat zij konden rekenen op bloeiende landschappen. Dat herinnert u zich nog wel. Maar de economen zeiden, als je 1-op-1 gaat, dat betekent dat het hele Oost-Duitse bedrijfsleven op de fles gaat. En dat is ook gebeurd, dat is ook georganiseerd. De Treuhand heeft ervoor gezorgd dat dat gebeurde. Er zijn klassieke verhalen bekend van fabrieken die 5000 arbeiders in dienst hadden. Die gingen naar de Treuhand, die ontsloeg er 3500, er bleven er 1500 over. Kwamen nieuwe machines en dan produceerde de fabriek 5 maal zoveel als ze voor die tijd had gedaan. Dat geeft een beetje, de arbeidsproductiviteit in de DDR was ongeveer 30% van de arbeidsproductiviteit in het Westen. De sanering van de Oost-Duitse economie was onvermijdelijk. De snelle aaneensluiting was even onvermijdelijk. Denkt u maar weer aan die Russische soldaten. Er is nu veel kritiek op en er is van alles van dit en dat en natuurlijk ook. Ik heb begrip voor al die Oost-Duitsers die natuurlijk in plaats van dat ze bloeiende landschappen kregen, binnen 4 jaar allemaal werkloos zijn geworden. Hè? Van de 4,5 miljoen zijn er ook 1,5 miljoen werkenden overgebleven. En het heeft een hele tijd geduurd voordat die weer, of helemaal niet, of toch weer werden ingeschakeld in de economie. Ik denk dat heel veel DDR-burgers onder de 30 de switch vrij makkelijk gemaakt hebben. Maar dat heel veel DDR-burgers boven de 30 het heel moeilijk hebben gehad en heel begrijpelijk. Maar tegelijkertijd kun je zeggen, zijn zij het slachtoffer geworden van de geschiedenis. Dat is wat Krenz ook zei. Wij waren het slachtoffer van de geschiedenis. Hij zei tenslotte tegen mij, het is nog een wonder dat we het 40 jaar hebben volgehouden. En daar zit ook wel wat in natuurlijk. Ja, dus u ziet, het is een onvermijdelijk proces. En dat heeft met een heel simpele factor te maken. Als je economisch niet succesvol bent over een langere periode van tijd, dan ben je de klos. Als je de boel niet bij kunt houden, ben je de klos. Nou, dat is eigenlijk mijn conclusie. En dan zult u zeggen, ben je dan kapitalist of zo? Dat ben ik helemaal niet. Ik ben een groot voorstander van wat de Duitsers zelf zo treffend hebben genoemd, de sociale marktwirtschaft. Hè? Een sociaal bijgestuurd systeem. Wat in feite toch de markt over een althans de productiesector laat beslissen. En u hebben gezien, u kunt ook zeggen, het communisme in zijn verschillende verschijningsvormen is het grootste sociaal-politieke experiment geweest van de 20e eeuw. En we kunnen ook heel makkelijk concluderen dat dat experiment totaal en compleet mislukt is. Als u dat nou leuk vindt, en wil ik ook om uw avond een beetje op te leuken, nog wel zeggen dat de extreme variant van het kapitalisme, waar ze in Amerika ongelukkigerwijs aan begonnen zijn na 1980,
in feite ook in allerlei opzichten een mislukking is. En als ze zo doorgaan, zal uitdraaien op een nog veel grotere mislukking. En dat wij zelf erg op moeten passen om de VVD niet in feite een groot deel van de verzorgingsstaat te laten opruimen. Ja? Nu ik een bejaard man ben geworden, klemt dat mij des te meer op de borst. Ja? Ik weet niet of u een beetje gelezen heeft wat er met de bende oudere mannen gebeurt. Nou, de tijd komt dat ze gewoon de dumpster in gaan. Ja? Nu lagen ze in ziekenhuisbedden die ze liever voor patiënten hadden gebruikt. Hoe komt dat? Omdat we alle verzorgingshuizen in Nederland hebben afgebroken. Ja, weet u daar wie daar mede verantwoordelijk voor zijn? De PvdA, wie zei dat zo somber? Oh, een prominent rood lid. James, ja, je hebt groot gelijk. We moeten ons schamen. Goed, dat was het in grote trekken. Ik hoop dat ik u heb laten zien, op enigszins overtuigende wijze, dat de ellende in feite begint in het najaar van 49. Dat wat tenslotte gevolgd is, allemaal niet waar als een soort van dinosaurus-ei aanwezig was in het najaar van 49. Dank u wel voor de aandacht. Ja, wat een fijne man bent u toch eigenlijk, echt waar. Heerlijk. Ja, hè? Heerlijk. Ik neem u heerlijke graag mee. Man. Ja, zeker. Kunt u mijn vrouw ook even bellen over die Matthias? Ja, dat ga ik zo doen. Ik heb dat al eerder met een paar andere mannen gedaan deze dag, dat helpt. Is er iemand die nog een vraag heeft voor meneer Van Rossum? Eén vraag waarvan u denkt, die wil ik... Ah, u heeft al een vraag gesteld, hè, vandaag. Ja, zeker nog eentje. Ik hou even mijn microfoon bij u. Zoek daar niks achter. Ik heb één vraag. Hoe beviel u de DDR-bevolking, of tenminste de mensen uit de nieuwe boendeslanden? Wat heeft u daarvoor een indruk gegeven? Nu, heel gevarieerd. Wij waren bezig om de overskeurig opgeknapte plattebouw in Martzaan te bekijken met de cameraploeg. En toen verscheen er een oudere, dikke man op een balkon van een keurig appartement, voor zover wij dat aan de buitenkant konden zien. En ik dacht nog, wat leuk. Even een gesprekje aanklopen, een couleur lokaal, u kent dat wel, televisieploeg aan het werk. Dus ik vroeg van hoe oud bent u of zo, of woont u naar bevrediging, zoiets. Waarop die man zei, sodemiet erop, al jullie klerenleiders met je camera's, klootzakken. We kunnen beter zonder jullie. En zo ging dat maar door. En toen verscheen zijn vrouw, die sprekend op hem leek. En die keek zo boos dat we vertrokken zijn. Maar tegelijkertijd kon je in Leipzig aan een lopende band jonge mensen spreken die hartstikke tevreden waren. Ik zelf, ook nu weer in deze dagen van de wende, vind ik het Nederlandse nieuws over de voormalige DDR veel te negatief. Vooral de steden doen het goed in de voormalige DDR. Ik ben nou toevallig niet in Chemnitz geweest, maar ik sprak een aantal jonge mannen. En die zeiden, ja, dat Chemnitz, dat heeft pech met die nazi-demonstraties, want dan vertrekken de investeerders vertrekken. Dat is heel vervelend voor ze. Er hoeven maar drie keer een stel van die lapswansen daar te gaan demonstreren en het harde Hitler goed te brengen. Waar ze ook in Bulgarije zo ontzettend goed in bleken te zijn. En dat is economisch, is dat een ernstige hinderpaal. Op het DDR-platteland gaat het slecht. De inkomsten, het werk in de DDR wordt nog steeds betaald 85% van het niveau van het Westen. Nou ja, is tussen de 70 en de 85%. Aan de andere kant zijn de kosten van levensonderhoud in de DDR beduidend lager dan ze, laten we zeggen, in West-Duitsland zijn. Dat is een groot verschil, dus dat is ongeveer hetzelfde. En toen dacht ik bij mezelf, ik las weer zo'n groot stuk, hoe droevig het allemaal niet was in de DDR en zo. En toen dacht ik, wij hebben in Nederland ons eigen DDR. Hè? Ja, als je even kijkt naar inkomensvergelijking tussen de Randstad en Oost-Groningen, Noord-Friesland, Zeeuws-Vlaanderen, de Achterhoek. Hè? Allemaal DDR. Ik wil verder, als je daar naar zo'n flatje gaat kijken, dat er ook zo'n dikke man verschijnt. Die hoeveel scheer je weg, hè? Vuile propagandist van de NPO. Hè? We hebben het precies hetzelfde. En dat is een probleem wat in alle Europese... Dus dit is niet een specifiek Duits probleem of een specifiek DDR-probleem. Het is een West-Europees probleem
dat het platteland ontvolkt en dat allerlei van die kleine stadjes die nog wel leefbaar waren, in feite onleefbaar worden door vertrek van alle burgers die voor enige vitaliteit zorgden. Maar dat is in Zeeuws-Vlaanderen niet anders. Het kiesgedrag in Nederland, als u even kijkt naar de kiesdistricten in Nederland waar al jaren de PVV bijvoorbeeld of de grootste of de ene grootste partij is, hè, dat is onze eigen AfD zoals u weet. Nou ja, misschien iets minder erg dan de AfD, dat weet ik eigenlijk niet precies. Dat vraagt vergelijkend onderzoek. Maar of Thierry kunt u ook, hè, waar scoort Thierry met zijn vleugel en zijn blote reet in achterstandswijken in Rotterdam en Den Haag. Hè? Ja, typisch toch? Ik wil maar zeggen, dit is een probleem wat in het hele Westen zich voordoet. Een van de grootste problemen van de Verenigde Staten is de ontvolking van het platteland. En de trek naar de steden. Dus als iemand begint te zeuren hoe zielig de DDR is, dan moet u zeggen, hoe is naar Zeeuws-Vlaanderen kijken? Hè? Want dan kunnen we veel beter aan de Belgen geven. Hè? Ja, sowieso een goed idee natuurlijk. Limburg kunnen we ook wel weggeven, toch? Dames en heren, dit was Maarten van Rossum. Voor we straks heel Nederland kwijt zijn aan Belgen. U krijgt van professor Dr. Meester Ingenieur Fries op de Zeeuw een boek, Tastbare DDR, gesigneerd, dus het is echt wel een mooi stuk. En het mooie is, ja, er zitten veel plaatjes bij, dus ook voor de licht dementerende man is het uiteindelijk een prima door te bladen boek. Die prachtige, prachtige postzegels. Ja. Ik heb nog eens gedacht, een ander tipje voor mensen die een leuk boek willen schrijven. Vergelijkt u eens de postzegeluitgiftes van de DDR en de BRD. Want gedeeltelijk is het hetzelfde. Heine, Schiele, Goethe, dat kunnen ze allebei wel. Maar Grotewol, die zie je bijvoorbeeld heel weinig op West-Duitse postzegels. Ja, dat is gek eigenlijk. Heel gek, ja, maar zo is het toch. Zou dat het geweest zijn. Maar, en dat geeft zo'n aardig beeld dat je ziet, ja, het is dezelfde cultuur, maar net even anders gedraaid. Hè? Met een iets andere reflecterende facetten.